Super lekker. Degene die ik op heb, die waren echt kei lekker. Ja, dit is natuurlijk super belangrijk, hè, dat deze mensen doen echt aan topsport in de zorg. Michael, doorwerken, jongen. Dan moet je goed herstellen, goed eten. Je vitaliteit zelf voor jezelf is heel belangrijk. Dus daarom echt gezond eten van sterrenkoks is natuurlijk heel belangrijk om de volgende dag weer er vol tegenaan te gaan. Het is voor mensen die het echt hard nodig hebben. En ja, dat is denk ik voor mij het belangrijkste. Daarvoor heb ik ook zeker ja gezegd. Kun je een beetje koken? Een beetje. Dit lukt me ook nog wel. Dit is een andijviestampotje met ragé volgens mij, lekker peertje en broccoli, lekker gezond. Goed. Onder gruwelijke druk staan ze te werken natuurlijk, om te zorgen dat de mensen allemaal beter worden. Ja, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk en dat die ook een beetje steun krijgen van iedereen. En ik hoop dat ze het gaan halen. Ja, en hoe fijn is het na een dag hard werken dat je geen boodschappen hoeft te doen. Je hoeft niet meer de keuken in. De maaltijd is klaar. En niet alleen voor hunzelf, maar ook voor hun gezin. 7,50 per maaltijd. Wie betaalt dat allemaal? Donateurs. Dus we hebben al een fantastisch bedrag opgehaald. We zitten ongeveer op de 180.000 euro wat we al op hebben gehaald. Kijkend naar de sport van de heren, we zitten nu op een vol NAC-stadion. Maar we willen graag naar een vol PSV-stadion. En dan houden we het ook vol tot en met 28 april. Kijk, Linda, smakelijk eten. Lekker. Ik word er helemaal warm van. Super lief. Dat je zo, je voelt je gesterkt en dat er ook andere mensen aan je denken in deze tijd. En dan sterrenchefs notabene, hè? Ja, ze waren super lekker. Degene die ik op heb, die waren echt kei lekker.